De situatie rond het COVID-19-virus in Suriname is ernstig. Voor de ziekenhuizen geldt code zwart, voor Suriname als land code paars, de hoogste risiconiveaus. President Santokki gaf tijdens de persconferentie van vrijdag aan dat de COVID-situatie niet meer beheersbaar is. Hierover praten we vandaag in Under the Loop. En van harte goedenavond en welkom bij ons actualiteitenprogramma Under the Loop. Het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering praten we over de ernstige situatie rond de COVID-19-pandemie. Na de break stel ik mijn gast aan u voor. Aan mijn tafel vandaag de minister van Volksgezondheid, dat is minister Amara Madin, en Kamlesh Ganesh van het project Nepnieuws. Welkom heren. Dank u wel meneer Pankar. En onze columnist deze week is Jeffrey Kwatje. We kijken even naar het volgende filmpje. Coronacrisis Suriname loopt uit de hand. Goedenavond. De coronacrisis in Suriname dreigt volledig uit de hand te lopen. De regering heeft nu voor het hele land code paars uitgegeven. Dat is daar de hoogste alarmfase. Dat betekent dat de situatie bedreigend is voor de veiligheid en de volksgezondheid. De intensive care bedden raken op, de apparatuur, we hebben geen vrije apparatuurbedden meer, we hebben geen human resources meer. Dus daar zitten we inderdaad wel tegen, ja. En voor deze uitzending vroegen we aan correspondent Nina Jurna hoe nijpend de situatie in Suriname is. Zij volgt de situatie vanuit het Braziliaanse Rio de Janeiro. De Surinaamse gezondheidszorg die stond al onder druk. Het aantal besmettingen nam ook al toe, vooral de laatste dagen. Maar er is nu ook een acuut zuurstofprobleem ontstaan. Ja, door dat zuurstoftekort is het nu crisis in Suriname en dan vooral in de ziekenhuizen in Paramaribo. Tot diep in de nacht zijn ze hier aan het werk. Kobo is een van de zuurstofleveranciers van Suriname. De Surinaamse ziekenhuizen hebben met spoed zuurstof nodig. Ja, de regering van president Santokki probeert de coronacrisis nu te beteugelen met een pakket aan maatregelen, vertelt Nina Jurna. Nou, op dit moment heeft de Surinaamse regering de hulp ingeroepen van buurland Frans-Guyana. En er is een lading met zuurstof onderweg naar Suriname op dit moment. En de bedoeling is dat dat morgen aankomt. En ook de Surinaamse gemeenschap in Nederland maakt zich ernstige zorgen over de situatie in het moederland. Op verschillende fronten wordt actie ondernomen om familie en vrienden daar te ondersteunen. Wij gaan nu naar de bellers. Luisteraars, u thuis, u maakt zich ook zorgen. Uw familieleden daar in Suriname. En wat weet u? Wat wij misschien nog niet weten. Bij Radio Mart, het multiculturele radiostation uit Amsterdam, gaan de meeste telefoontjes vandaag over de coronacrisis in Suriname. Mensen willen weten hoe ze kunnen helpen. U bent in de uitzending, welkom. Goedemiddag, Maart Radio. Het gaat maar door. Elke dag hoor je weer dat er iemand anders is die het leven heeft gelaten. Of dat er weer iemand anders is die is opgenomen in het ziekenhuis. Maar het blijft zich om zich heen slaan op dit moment. Hartstikke bedankt voor de paracetamol. Er zijn alvast twee, hè? Ja, zeker. Nou, weet je, wij zijn al blij met één doosje. Maar als er twee doosjes zijn, dat is gewoon perfect. In Rijswijk zijn ze meteen in actie gekomen. Er wordt paracetamol ingezameld, want dat is voor veel Surinamers niet te betalen. De mensen die ziek op bed liggen met corona, die koorts hebben, spierpijn hebben, ja, die zijn niet in staat om naar de winkel te gaan en 3-4 euro uit te geven voor een doosje paracetamol. En ze hebben het hartstikke hard nodig. En ze hebben het heel erg hard nodig. Ja, precies. Heel erg hard, ja. Hoeveel doosjes heeft u gedoneerd? Ik denk 20 tot 30.000. Suriname huilt, hele Suriname is onder water. Alleen maar tranen. Dus ik denk dat het paracetamol daar heel erg goed bij kan helpen. Zonder die hulp zijn we nergens. Ja, hebben we echt nodig. Dienen van je medemens en daar staan wij gewoon voor. En hart voor Suriname hebben we. En dit item van de NOS spreekt voor zich. De alarmklok is geluid.
En natuurlijk in Nederland proberen Surinamers daar ook te helpen. Minister, het is vaak door de regering aangegeven hoe ernstig de situatie is. En we zagen ook dat stukje van de zuurstofflessen. Dat is die fles zijn intussen aangekomen, of tenminste die lading zuurstof. Hoe is de verdeling gegaan? Inderdaad, met betrekking tot zuurstof, als ik even mag inkomen, is goed gearriveerd. En direct beschikbaar geweest voor de ziekenhuizen. We hebben in Suriname een paar zuurstofleveranciers die vooral afhankelijk zijn van import van zuurstof. En dat is in de loop der jaren bleek dat dat genoeg was voor de behoeften. Maar met de pandemie zijn er andere vragen, andere behoeften. En gaat je verbruik ook sneller. Dus inderdaad, vanavond om 11 uur komt er een boot binnen met nog 5 van die ISO-tanks. Dat was een noodmaatregel. Maar de reguliere zuurstofleveringen zullen dus weer optimaal plaatsvinden. En daarmee kunnen we gerust, kan je zeggen, de zuurstof garanderen voor de samenleving. En hoe komt het, minister, dat we zo beland zijn in die situatie? Ik stel die vraag omdat in de tussentijd er ook maatregelen zijn genomen door de regering. Ja. Maar als we kijken naar naar sociale media, dan zien we dat mensen gewoon rustig doorgaan. Met hun feesten, met hun rouwzittingen. Ik zag een filmpje op Facebook waar mensen in coroni gewoon na begrafenis, geen van de COVID-maatregelen acht werden genomen. Waar is de politie? Waar is de regering om erop toe te zien dat eigenlijk de bevolking zich houdt aan die maatregelen? Kijk, ik heb het altijd gezegd, de mens is een sociaal wezen. En mensen houden er niet van om gevangen te zijn. Niemand. Geen enkel wezen, geen enkel dier, om het zo te noemen. Zoogdier of wat dan ook. We zijn sociale wezens, dus we gaan altijd eruit. We hebben een situatie gezien in de wereld, een trend, dat het landen is gelukt om COVID te beheersen. Mensen houden zich met onder dwang wel aan regels, onder sancties en boetes. Maar op een gegeven moment, wanneer de situatie in het land weer normaliseert, dan merk je eigenlijk ook gewoon wereldwijd dat zaken gaan verslappen. Hier in Suriname hebben we hetzelfde gehad. Het is niet anders dan de wereld. De mensen gaan hun dingen doen. Men wil plezier, men wil. Het is voor de mens heel ingrijpend geweest, deze pandemie. Ja. Voor de mensheid dan, om te begrijpen dat je op een gegeven moment drastisch je gedrag moet veranderen. Iets dat evolutionair is ontwikkeld, kan je niet in 1 jaar veranderen dat mensen plots gaan veranderen. Maar ondanks genoeg aanwijzingen, voorlichten, iedereen ziet het, iedereen heeft wel iemand, kent iemand wel in Suriname die is overleden aan COVID, zo is het op dit moment. Dan nog zag je dat er heel veel weerstand is en tegenstand is vanuit die samenleving om je te committeren aan die maatregelen. We hebben het goed gedaan. We hebben het in augustus heel goed gedaan. We hebben het in januari heel goed gedaan. Grote delen hebben we het ook goed gedaan hier, maar dan heb je de derde golf met varianten. Ja. En dan komt die slag heel zwaar, want je ziet het aan die golven, dat die derde golf als een reus staat boven die twee. Ja, ja. En dat verklaart eigenlijk alle problemen waarmee we in de zorg geconfronteerd zijn. Uitputten van zorgwerkers, overvolle capaciteiten, tekort aan zuurstof, tekort aan verbruiksartikelen. Ja. En dat vorm dus eigenlijk, dat heeft ertoe geleid dat we vandaag de dag in een code paars zitten. Maar het sanctioneren van die maatregelen, we zien dat te weinig, tenminste, ik zie dat te weinig. Dus ook daar moet je zeggen, kijk, het is wat we noemen de dweilen met de kraan open. Het is, je moet eigenlijk de toeloop naar ziekenhuizen, je moet de positieven kunnen opvangen, je moet ze kunnen verwerken, het systeem moet ze aankunnen. Maar aan de andere kant, je hebt maatregelen in place, maar maatregelen zonder sancties, hebt u gelijk, ja, zullen niet werken. Dus er zijn wel, in het geval vanuit het ministerie van Justitie en Politie en andere orde handhavende instanties doen hun best. Ook zij hebben een beperkte capaciteit. Het is niet altijd gaat het zoals je wilt, maar ik denk dat de samenleving ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. Okay. En dat is belangrijk dat we moeten meenemen. Okay. En een andere bedreiging, noem het maar een uitdaging, is dat de bevolking wordt gevoed met vooral veel informatie en heel veel is nepnieuws. En Kamlesh is hier omdat hij samen met de Amerikaanse ambassade een project heeft gedraaid en nog steeds draait over eigenlijk het tegengaan van nepnieuws.
Kamlesh, je hebt de situatie gevolgd. Hoe ernstig is het? Nou, op zichzelf zijn eigenlijk begonnen, eerst met een onderzoek, om eigenlijk na te gaan hoe Surinamers reageren op het concept van nepnieuws. En ja, kijk, als je het hebt over nepnieuws, heb je het eigenlijk gewoon simpelweg over vals gefabriceerde verhalen, soms om geld te maken, soms om paniek te zaaien, mensen te beïnvloeden. Soms doen mensen, althans in de meeste gevallen, wat je vooral ziet op sociale media, is dat men het gewoon deelt om lol te schoppen. En ja, als je het echt specifiek wil hebben over wat het effect allemaal is, moet je uiteindelijk ook gaan kijken naar hoe dit zoveel kans van groeien krijgt. Ja. En uit de resultaten van het onderzoek blijkt in ieder geval dat meer dan de helft van de mensen gewoon heel eerlijk aangeeft van: ik heb wel eens nepnieuws gedeeld, ondanks meer dan de helft van de mensen aangeven: ik beschik wel over de skills om het verschil tussen echt en nep te gaan beoordelen. Yeah. Maar dan zie je weer dat meer dan 60% van de mensen ook aangeeft van: maar ik deel meestal nieuwswaardige informatie zonder na te denken. Yeah. En dan weer daarop, we hebben een aantal dingen eigenlijk uitgezocht. En daarop volgt dan uiteindelijk ook dat een aantal mensen ook gewoon aangeven: ik deel informatie onder invloed van anderen. Dus kijkt u naar deze kettingreacties, ja, hoor. Ja. Men deelt eigenlijk gewoon zonder na te denken. Men deelt met een stukje zelfconfidence, want ik kan het wel beoordelen. Maar dan weer anderen die aangeven van: wij delen het eigenlijk onder invloed van anderen. En die veelheid aan informatie. We leven in een wereld van big data, yeah, waar je zoveel data vanuit zoveel verschillende bronnen krijgt. Dit maakt het voor mensen toch wel op bepaalde momenten een beetje lastiger om te gaan kiezen tussen wat wel waar en, yeah, wat niet waar is. Wat wij met dit project eigenlijk, yeah, heel graag willen doen, is: we willen niet nepnieuws tegengaan, we willen kritische burgers eigenlijk die het zelf tackelen. Mensen moeten eigenlijk zelf in staat zijn om kritischer om te gaan met informatie waar men mee geconfronteerd wordt. Maar vooral kritischer omgaan met wat men verder deelt. Ja, want, ja, hoe meer je deelt, wat je uiteindelijk deelt, krijgt uiteindelijk ook meer waarde. Ja. Maar de Facebook, Google, YouTube algoritmen, die zien het uiteindelijk als iets met veel meer waarde, omdat veel meer mensen het delen. Ja. Dit maakt uiteindelijk dat je toch wel veel meer focus krijgt op valse verhalen. En je ziet het, WhatsApp merkt het ook aan als te veel doorgestuurd. En dan kan je het al, WhatsApp doet daar al een beetje, ja, ze zeven het al een beetje. Twitter doet het ook. Ja, Twitter, ja, doet het ook met een melding van: dit kan ergens vals zijn. Facebook doet het af en toe, maar je kan het niet echt direct, ja, uitmaken. Facebook plaatst een melding. In het geval van COVID-19, dat er eigenlijk inderdaad een warning eigenlijk wordt, ja, geprojecteerd van: ja, wees er iets voorzichtiger mee. Maar dan nog, waarom je er iets voorzichtiger mee moet zijn, dat moet uiteindelijk vanuit de mensen zelf komen. Ja. En minister, de overheid heeft een immense taak, want ja, we komen met informatie, maar die toestroom van de andere kant is heel erg groot. Ja, dus heeft het de aandacht van de regering? Ja, het heeft de aandacht van de regering, zeker. We proberen altijd informatie te geven. Wij geven geen misinformatie. We proberen ook de juiste informatie te kanaliseren via officiële kanalen. Om dat eigenlijk dan door te spelen naar de samenleving. We komen ook met onze eigen programma's. En dat geeft aan dat dit programma is een officieel overheidsprogramma. Neem bijvoorbeeld maar het COVID-journaal. Dat is iets als je wilt weten, dat iets over COVID wil weten. En het wordt daar gezet als officiële informatie. We hebben ook radio-opbelprogramma's en televisieprogramma's. We hebben de verschillende deskundigen die vaker aan het woord komen in die programma's. Ja. Dus wij focussen op die informatie. Wij dirigeren iedereen naar officiële instanties, officiële bronnen. Je moet het niet van horen zeggen, je moet het zelf horen en zien wat de persoon zegt. Dat is een strategie. Uiteraard, met social media, die controle is, ja, op social media is veel uitdagender. Je kan niet alles dingen, men mag zelf neppen Facebook profielen. Zo ben ik ook het slachtoffer geworden, nog steeds. Want mensen moeten het rapporteren, zo werkt het. En dan pas kan je het in de lucht halen. En je bent dan het slachtoffer. En je moet dan gaan counteren. Ja. Dat houdt in dat je heel veel energie moet gaan investeren. Want terwijl je die aan het counteren bent, wordt er een andere gemaakt.
Dus het is belangrijk. Ik ben ook blij met het initiatief. Ik heb het wel gezien een paar keren. Dat er inderdaad wordt gewerkt ook aan het ontzenuwen, om het zo te zeggen, van nepnieuws. Dus het is belangrijk dat mensen moeten begrijpen, deel geen onverantwoorde informatie zomaar. Zaken die je niet kan verifiëren. Het werkt eigenlijk op een gegeven moment ook tegen jezelf. Dus we zitten in die pandemie, we zitten allemaal in het scheutje. Ja. En het is zeker niet verantwoord om zaken waarvan je niet op de hoogte bent ook te delen. Oké, mooi. We pakken even voor we naar de break gaan, pakken we even onze columnist van vandaag, Jeffrey Quartier. Ala bung chawa ogri. Ala ogri chawa buntu. Wellicht alles heeft een keerzijde. Het internet en de daaruit voortgesproten social media hebben het contact wereldwijd vergemakkelijkt. De beschikbaarheid en de verspreiding van informatie is eenvoudiger dan ooit tevoren. Maar daarmee ook misinformatie. We worden aan de lopende band overspoeld met fake news, dat zich als hardnekkig onkruid verspreidt. Nepnieuws, nepprofielen van politieke toppers. Ja, waar stopt het? In troebel water is het goed vissen. Nu is er bijvoorbeeld een veelbesproken pagina van minister Ramadien, waar er vermoedelijk allerlei nep en op de koop toe opruiende berichten worden verspreid. Aan de lopende band worden de nieuwste COVID-maatregelen uitgelekt. Laatst ook nog de zogenaamde nieuwe benzineprijzen. Deze leuke hobby zorgt op zich al voor genoeg schade. Maar het krijgt een andere dimensie wanneer wordt gesport met het leed van anderen. Er doet zich een tragisch ongeval voor. Een murder homicide. En te midden van onze collectieve schok en zelfs ongeloof, wordt er een foto van een ID-kaart van de vermoedelijke dader verspreid. Los van de vraag wat het nut daarvan is, blijkt het een totaal andere persoon te zijn. Staan we dan wel stil bij het leed dat die persoon en zijn familie op de koop te ondervinden? Is het geval op zich al niet ellendig genoeg? En om dan te midden van al dit troebel water een goed communicatiebeleid te voeren, is geen eenvoudige opgave voor de regering. Communiceren houdt dus niet simpelweg in je boodschap lanceren, maar ook nog het onkruid verwijderen. Je moet alle nepberichten eerst ontzenuwen. Het collectief wantrouwen en in zekere zin paranoia helpen niet. Politici hebben altijd een engel of een dubbele agenda. Waar er rook is, is er vuur. Sentimenten die, al dan niet terecht, bij velen leven. Wat zeker helpt, is als je als regering te midden van deze chaos qua communicatie en een zekere rust en een mate van bekwaamheid uitstraalt. Laten we eerlijk zijn. Het steeds bekendmaken, dan weer terugdraaien, dan weer bekendmaken en noem maar op. En dan moeten dingen nog besproken worden. Het kan gebeuren, maar het gebeurt wel, naar mijn gevoel vind ik, een beetje te vaak. En wat je dan krijgt, je geeft dan de ruimte aan het onkruid om te overwoekeren. Dus bij deze dan een oproep aan ons allemaal. We hebben allemaal deze verantwoordelijkheid. Deel niet zomaar dingen. Probeer toch eerst te verifiëren wat klopt, wat niet klopt. Is het waar? Is het officieel? Laten we geen van ons hengelaars zijn in troebel water. En welkom terug, minister. De columnist heeft het heel goed geschetst. En zijn laatste woorden, laten we niet gaan vissen in troebel water. Maar ja, je gaat dat moeten controleren als regering. Wil je eigenlijk een eind brengen hieraan? Is er een plan? Ja, er zijn plannen. Kijk, de overheid heeft een communicatiedienst Suriname, dat is één. Wat we nu zien, ook vanwege de
Het beleid is, het moet dynamisch zijn. Kijk, je moet altijd je beleid afstemmen op de ontwikkelingen die je meemaakt. En vanwege het feit dat er heel veel nepnieuws is, maar ook heel veel berichten binnenkomen, dan moet je ook inventief worden. Dus het ministerie van Volksgezondheid sowieso stelt nog deze week een communicatieunit in met een aantal communicatiedeskundigen en risk communicators, mensen die op een andere wijze dan nu gaan moeten communiceren met die samenleving. Ja. En daartoe worden er inventieve strategieën worden bedacht hoe dat allemaal gaat. Uiteraard stel ik ook voor dat wij dan hierna ook even zitten en kijken met de mensen die het initiatief hebben genomen om nepnieuws te tackelen. Okay. Dat wij dan, ook kijken hoe we daar tegen gaan. Het moet een, ze kan het zien als een massamediacampagne waarbij ja. je eigenlijk alle losse brandjes die er zijn gaan overwoekeren. Precies. Maar daarmee ook geen ruimte geven. En ik sta helemaal achter de columnist dat je inderdaad ruimte geeft aan mensen als je af en toe een beetje moet gaan terugnemen en weer een bericht gaat lanceren. En dat geeft reus, inderdaad. Ja. Dus er moet een eenduidig beleid zijn. Zeker vanuit Volksgezondheid wat betreft de medische inhoudelijke dingen, de ontwikkelingen ja. met de pandemie, de epidemiologische situatie. Daar gaan we op focussen. En het is inderdaad van belang dat daarbij er goede structuren in place zijn. Okay. Om, en gebruik maken van verschillende platformen om dat te doen. Goed. Ik ben, als ik even ja, mag, ja, natuurlijk. Ik ben in ieder geval blij met wat de minister daarnet heeft gezegd. We hebben dedicated personeel nodig. Dedicated mensen die eigenlijk echt gaan werken ja. aan... kijk, waarmee ik bezig ben is meer... dat oppervlakkig deel om mensen kritischer te gaan maken, om kritischer om te gaan met informatie. Maar in het veld heb je specifieke onderwerpen ja. die en fake news is time sensitive. Als je hem laat liggen, geef je hem een uur te veel of een minuut te veel, heb je uiteindelijk de battle meestal verloren. Ja, ja. Dus in de meeste gevallen heb je echt dedicated mensen nodig die echt specifiek gaan kijken naar een specifiek onderwerp ja. om dat uiteindelijk te kunnen tackelen. Wat wij op de webinars, en we hebben wekelijks, elke zaterdag, een webinar. Wat wij eigenlijk daar ook meegeven aan mensen als tip. Want dit is eigenlijk iets dat een gevolg zou moeten zijn van het viraal gaan van nepnieuws. Maar wat, waar wij mensen eigenlijk vooral op wijzen is, dat is een van de tips. We geven een aantal tips aan de mensen. Is als een bericht, een video, een artikeltje... woede of shock of afkeer bij u heeft opgewekt, zorg er altijd voor dat jij niet in die boosheid of in die shock een besluit neemt ja. om iets te gaan delen. Ja. Want meestal als je in boosheid een besluit hebt genomen, kom je er later wel even op terug. Dus wat we eigenlijk maar proberen aan te... Kwaad is daar geschied. Kwaad is daar al geschied. Dus wat we eigenlijk adviseren aan mensen is, als je het hebt gezien, heeft het je geschokt, goed, blijf even rustig, adem diep in. Ga even richting kalmte en probeer daar uiteindelijk in die kalmte een besluit te nemen. Ja. Wil je inderdaad zo een bericht gaan delen? En als je het deelt, heb je in die kalmte uiteindelijk ook kunnen vaststellen waaraan je precies bijdraagt. Ben je niet aan het bijdragen aan het vergroten van een stukje vuur? Ja. Bij het delen van zo'n bericht. Ja. Dus dat is in ieder geval een van de dingen die we elke zaterdag aan mensen meegeven. Okay. Zeg nog even ja. maar één belangrijke ontwikkeling die ik heb gemerkt, is dat mensen voice notes delen. Oh ja. En voice notes, het moment dat het niet te identificeren is wie praat, is één algemeen advies. Als het geen bekend persoon is of je kunt de stem niet herkennen, is het al fake. Ja. Dat staat gewoon vast. En want mensen zijn verpleegster, dan ja, zijn ze doktoren. Het is, en het is zo, ik luisterde laatst naar eentje over iemand die in diakonessenhuis opgenomen was en een verpleegster vertelde dat wij mensen vitamineprikjes geven. Weet je, het zijn, ik heb als dokter andere benamingen ervoor, maar ik zal die liever niet hanteren. Ja. Er zit ook veel psychische stress in de samenleving. Ja, en ja. mensen gaan soms gekke dingen doen. Maar nogmaals, ik zeg, het moment dat het een voicebericht is, en jammer is dat mensen, prominente figuren in de samenleving, mij deze berichten ook hebben en zeggen, ziet u wel, ik had u gezegd. Maar dan vraag ik alleen één vraag, wat is de referentie? Ja. Wie is de persoon? Laat mij in contact komen. Ja. En dan weten ze het niet, nee, ik heb het zelf doorgestuurd gekregen uit Nederland, et cetera. Ja, precies. Dan is het al fake.
Het moment, daarom zeg ik, wij refereren naar officiële overheidsinstanties. Ja. Dat is het. Als je het daar niet hebt gehoord, als je het niet hebt gezien op een persconferentie, of je hebt het niet uit de mond van de president of de minister of de directeur van BOG gehoord, dan moet je het al niet geloven. Maar het zou toch ook mooi zijn als de overheid ook op dat niveau gaat, bijvoorbeeld ook officiële doorstuurberichten. Ja. Bijvoorbeeld net als het zou bijvoorbeeld een bekende infectioloog kunnen zijn, of u stuurt een voice note, dat kan toch ook doorgestuurd worden? Dat mensen kan. Zullen uw stem toch herkennen, zoals u net aangeeft. Ja, maar daarom wanneer het uit officiële kanalen komt. Ja. Het beste. Dus ik bedoel, wat ik daar aangeef, is dat je gelijk op gerichte kanalen gaat tackelen. Ja, dus dat is ook een strategie die je kan toepassen. En je moet vaak, wat ik merk, omdat wij niet voorbereid zijn op die aanval, mm-hmm. moet je vaak in die defensieve houding gaan. En dat kilt je eigenlijk als overheid, want je bent niet voorbereid op die aanval. Je weet niet welke issue wordt besproken. Ja. Er zijn weer issues plotseling van mensen die gevaccineerd zijn en infectie hebben aan hun been, zoals dat nu wordt gedeeld door een traditionele genezer. En die zou het beter gemaakt hebben, wel zelfs mensen 2 dagen in de IC halen. Dit zijn zaken die niet bestaan. Mm. Toch? Dus als je dat wil geloven, dan ligt het ook aan jou zelf. Mm-hmm. Het is hoe je ernaar kijkt. Of hoe je dat zou willen hebben. Dat is het. Mensen hebben expectations in het leven. Je wilt dat iemand van je sneller de IC gaat. Ja, inderdaad. En iemand speelt precies daarop in. Maar je weet dat het wetenschappelijk ook in de wereld niet nergens gebeurt. Dus je moet alvast beginnen na te denken. Wat is er eigenlijk dan zo bijzonder aan die dingen? Dus het maar zijn mensen houden ervan zich vast te klampen aan hoop. Want stel iemand biedt aan, je persoon, je familielid ligt daar op IC. Dat kan ik begrijpen. En krijgt het nieuws, die zal het niet halen. En iemand komt en geeft je hoop. Het is menselijk dat je gaat vastklampen daar. Meneer Panka, ik heb lang gewerkt als arts. En ik heb zaken van dichtbij meegemaakt. Wanneer mensen reeds in een vergevorderde fase van kanker waren, terminaal zelfs, dat dan nog steeds hoop geboden wordt door bepaalde mensen. En het is zelfs zo erg geweest, ik ga het niet noemen als naam, maar ik bedoel, ik zeg het gewoon hier. Een mevrouw die eindstadium borstkanker had, uitgezaaid over het hele lichaam. Je ziet het gewoon aan die persoon dat het niet lang meer gaat duren. Het was eigenlijk maar gewoon pijnondersteunend, palliatief, zoals we dat kennen. En dan nog komt er een genezer die zegt, ik kan alles voor je genezen. Ik kan je uit die situatie halen. Maar je gaat me dit moeten betalen. Die mevrouw verkoopt haar auto. Die mevrouw verkoopt haar huis. En die mevrouw gaat een behandeling ondergaan. En binnen enkele weken, nadat de transactie is gecompleteerd, komt die mevrouw inderdaad zoals verwachtbaar te overlijden. Ja. En wat is uiteindelijk de situatie? Niemand weet het. Dus opgelicht. Dat geef ik aan. Dit zijn wat je gaat krijgen met deze ontwikkelingen. Kwakzalverij en oplichting gaat nu de boventoon gaan voeren bij bepaalde strategieën. Dit zijn zaken die wij van dichtbij hebben meegemaakt. Okay. En bijna alle artsen weten het, hebben het wel van dichtbij meegemaakt. En daarom dat wij voorzichtig zijn. En we moeten ook dit gewoon tackelen. Daarom ben ik niet bang als minister van Volksgezondheid om bepaalde uitlatingen van zogenaamde wondergenezers gewoon te tackelen, omdat ik die zaken van dichtbij heb meegemaakt. Oké. Okay. Laten we gaan dit onderwerp even laten. We gaan naar het vaccineren. Ja. Want de regering gelooft nog steeds dat door meer dan de helft van de bevolking te vaccineren, we uit deze situatie zullen komen. Nu hebben we ook een probleem met vaccins. Ik begrijp dat ze in juni nog zullen aankomen, die vaccins uit Nederland. Maar toch was er tussen u en de president toch wel een beetje spraakverwarring. Want de president gaf toen aan dat die vaccins diezelfde dag of diezelfde week zouden aankomen. Maar u keek toch wel nuchter naar de zaak. En het bleek toch wel dat u gelijk heeft gehad. Nou, we hebben beide gelijk gehad. Want die vaccins komen uiteindelijk naar Suriname. Alleen, het is soms goed om te zeggen van, we kijken even de situatie aan. Wij hebben het zelf ervaren. Ik heb het als minister, de president misschien iets minder, maar ik heb het als minister van dichtbij ervaren over de bestellingen bij COVAX. Dat terwijl je al betaald hebt en je hebt een estimated delivery date, rekening houdend met de internationale ontwikkelingen, want COVAX distribueert naar 100 plus landen, dat je een beetje vertraging kan krijgen. We waren een keer zelfs al op met de unit op Zanderij en de mensen moesten terug, want het was vertraagd. Dus we kregen vaccins. We kregen ondersteuning. We kregen van China 100.000 Sinopharm-vaccins. Zijn door de WHO goedgekeurd. En we kregen
van de Nederlandse regering. Met toezeggingen van de minister van Volksgezondheid. Tussen de 500 en 750.000 vaccins. Van het merk AstraZeneca, wat we hier ook gebruiken. Met een productieunit in Europa. En het is een nieuw geproduceerd. Ik heb het gisteren... Want er is ook veel nieuws dat circuleert dat het afgedankte vaccins zijn. Kijk, laten we de mensen goed informeren, want we praten over nepnieuws. Ja. En we praten over goed nieuws. COVAX is een distributeur voor de wereld. Je moet je aansluiten, je levert je eigen bijdrage, je krijgt een offer. Je betaalt en je krijgt uit afspraken die COVAX maakt met manufacturers rechtstreeks, niet via. En die zijn afhankelijk dus van leveringen van die manufacturers. Ja. En dan gaan ze kijken op basis van hoeveel verzoeken er zijn, hoeveel contracten er zijn. En zo krijg je je tranches. Ja. Wij kregen dus per tranche 26.000 tot 28.000 doses. Die komt ook ergens aan. En de Nederlandse minister van Volksgezondheid, meneer Hugo de Jong, heeft me duidelijk gezegd. Wij hebben besloten de tranches die we kregen per week na week 25... Niet voor Nederland in te zetten, maar aan Suriname te doneren. Dus stel dat het verzoek van Suriname niet was gekomen, dan zou Nederland dezezelfde vaccins gebruiken. Ja, ja. Dus het is niet waar wat mensen vertellen, ja, wij kregen afgedankte medicijnen. En wij kregen die medicijnen die eigenlijk Nederland gestopt heeft voor hun mensen. Nederland heeft wel AstraZeneca gestopt voor onder de 60 jaar. Maar boven 60 jaar... wordt AstraZeneca nog steeds toegediend. Ik heb zelf iemand van dichtbij die ook AstraZeneca heeft gehad. Maar wat ik hiermee wil aangeven, wij kregen de vaccins. Dat vormt een enorme verlichting voor onze uitgaven in de COVID-campagne, vaccinatiecampagne. We kunnen daarmee dus bijna een heel groot bedrag, wat we initieel hadden gebudgeteerd, voor iets anders gebruiken of niet gebruiken. En aan de andere kant, ben ik nog steeds en zijn we nog steeds van mening dat vaccins alleen de enige duurzame bescherming zullen bieden voor de samenleving. Maar ook is het nu de enige oplossing om uit deze code paars te geraken. Maar mevrouw Krishnadat, die ook in het adviesteam zat, ze heeft bedankt voor die functie. Omdat ze het oneens is met de wijze waarop de verdeling van die vaccins plaatsvindt. En de groepen die gevaccineerd worden. Ja, dat is waar. Ik ben duidelijk daarin. Het is een wetenschapper die zich heel hard inzet voor Suriname. Nog steeds. Dus nog steeds actief ook in het outbreak management team. En wetenschappers botsen altijd met inzichten. Het zijn zaken. Kijk, je moet twee zaken gescheiden houden. Het gevoel en de wetenschap. Beleid maken op basis van wetenschap is natuurlijk heel mooi. Maar soms moet je ook beleid maken op basis van de realiteit, je beschikbaarheid, je plan, je situatie waar je hebt. En inderdaad, maar ik kan u zeggen, wij hebben dus ook besloten, gisteren, na overleg met de Technische Adviescommissie, en dat is belangrijk ook voor de samenleving om te weten, dat alle tweede prikjes die nog gegeven moeten worden, dus iedereen die al één prikje heeft gehad, en een datum heeft gehad voor een tweede prikje, en nu nog niet is gevaccineerd, zullen uitgesteld worden met 2 weken. Waarom? AstraZeneca mag je krijgen in het interval tussen 8 en 12 weken. Ja. Wij hadden 10 weken geprojecteerd, dus precies in het midden. Maar vanwege die gelimiteerde beschikbaarheid, en we toch zoveel mogelijk mensen de eerste prik ook willen bieden, dan hebben wij besloten gisteren in overleg met de NITEC, dus de TAC, Technisch Adviescommissie, dat wij dan de tweede dosis gaan uitstellen naar de 12 weken. Dus alles wordt met 2 weken verlengd. Dus laten we zeggen, uw prikje krijgt u op 5 juni. Moest u op 5 juni krijgen, tweede prikje. Ja. Dan krijgt u nu uw prikje op 19 juni. Okay, dus... Dat is belangrijk, maar die officiële bekendmaking komt. Waarom? Wij weten dat we van Nederland en van China ondersteuning krijgen ergens in de 3e week van juni. Als we dit nu doen, met de garantie dat we krijgen, kunnen we die vrijgekomen dosis aan de eerste prikkers geven, dus aan nieuwe personen. Ja. En we willen zo snel als mogelijk die samenleving in zijn totaliteit beschermen. En de mensen met het eerste prikje hebben al enigszins wat bescherming. Ja. Dus geef liever die prikjes aan de eerste mensen. En dan kunnen we meer vaccineren. Maar we moeten wel de garantie hebben dat die
tweede prik is wel komen. Dus die volgende dosis zal komen. Heeft u die garantie niet? Die garantie hebben we. We hebben de officiële toezegging. Dat zeg ik nogmaals. We hebben al zelfs voor de derde tranche voor COVAX betaald. De delivery date staat op 21 juni. Dus we hopen dat dat ook binnenkomt op tijd. Soms... Maar dat staat los van die schenkingen van China in Nederland? Ja, China hopen wij. Ik heb gisteren nog, want Suriname Airways doet voor ons de logistiek bij, van China. We hopen dat dat deze week rond is. Als we tegen eind van deze week de Sinopharm vaccins binnen hebben, kunnen we eigenlijk weer 50.000 personen, want het is ook twee doses, kunnen we 50.000 nieuwe personen ook vaccineren. Okay. En het is door de WHO goedgekeurd. Laat me duidelijk zijn, er zijn twee soorten vaccins in China die vergevorderd waren. Dat is Sinovac, die is nog niet goedgekeurd door de WHO. En je hebt Sinopharm. En Sinopharm heb je twee, je hebt Beijing en Wuhan. En Beijing is reeds goedgekeurd en daar kregen wij van. Oké. Okay. Dus, als ik ja, even mag toevoegen. De minister heeft het een aantal keren gehad over WHO. Ik wil even het belang van bronnen van informatie eigenlijk hierin benadrukken. Ja. Als mijn auto kapot is, ik heb een probleem met mijn auto, ga ik niet naar mijn buurvrouw of zit ik niet op Facebook te vragen hoe maak ik dit? Of buurvrouw, kunt u me even vertellen hoe ik dit maak? Ik ga naar een monteur. Ja. En hetzelfde moeten we eigenlijk in dit geval doen met informatie over vaccins. Ik zie heel vaak, men noemt het nu eigenlijk Facebook-deskundigen, ja. Die met, soms lijkt het op logische analyses, die met logische analyses komen. En je vraagt jezelf soms dan ook af, want als je iets logischer probeert na te denken, dan kom je eigenlijk helemaal niet meer uit. en precies dit soort van zaken, die lijken op logische zaken, pakken mensen uiteindelijk. Men wordt uiteindelijk prooi van de misinformatie van anderen. En ik moet gewoon even... Is dat nepnieuws? Nou, het is een stukje misinformatie. Want, to be honest, als het gaat om een stukje deskundigheid rond een bepaald onderwerp, dan luister ik liever naar deskundigen die er jaar en dag voor gestudeerd hebben. En uiteindelijk op basis van hun eigen kennis en ervaring iets komen delen, dan dat ik moet gaan zitten luisteren naar iemand die heeft gedacht dat hij een avondje achter een pc zit en alles heeft bestudeerd en ja, plotseling een deskundige is geworden in vaccins. Uiteindelijk heb je toch wel die distinctie te maken tussen wie is deskundig, ja, wie heeft niet alleen die bevoegdheid, maar ook die bagage om uiteindelijk te kunnen praten over waar het uiteindelijk om gaat. Ja, maar dat is belangrijker. Maar dat moet je ook als persoon die dit doorgestuurd krijgt, moet je dat kunnen opmaken, toch? Als je niet goed onderlegd bent, ja, dan kan je weinig het verschil maken of het verschil zien. Want soms krijg je die dingen in een wetenschappelijke manier uit zo, want ze geven een hele uiteenzetting hoe gestudeerd de persoon is die dat zou hebben gezegd. Ja, kijk, uiteindelijk gaat het er ook om. Hoe counter je dit? Ja. Dit is, kijk, die realiteit is er. Dat er mensen zijn die uiteindelijk beetgenomen worden, ja, door een stukje marketing van degene die iets zeggen. Ja. Maar uiteindelijk heb je dan natuurlijk, en daar zijn wij in Suriname op dit moment nog een beetje achterin. Ja. Want we rennen meestal ook echt achter de feiten. Ja. We hebben inderdaad, zoals de minister zei, als er inderdaad een dedicated unit komt waar er aandacht zal zijn voor fake news verhalen, waar men gaat counteren, waar, ja, men gaat fact-checken, ja, dan schiet je uiteindelijk een stukje vooruit. En je hebt in die communicatie, kijk natuurlijk, je hebt uiteindelijk een stukje communicatie en informatieplicht vanuit de overheid, die een stukje belang bij heeft dat het zo goed als mogelijk gecommuniceerd wordt. Ja. Maar zoals ik zei, in de webinars die wij eigenlijk, ja, organiseren, proberen wij zoveel als mogelijk die verantwoordelijkheid om het verschil tussen echt en nep te kunnen uitmaken, te leggen bij
de burger zelf. Die eigen verantwoordelijkheid. En daarvoor heb je natuurlijk een aantal tools nodig. Die tools geven we de mensen dan uiteindelijk ook mee. Oké, mooi. Het is daarom goed dat de minister toch wel na dit programma even een babbeltje wil maken. Dus ik hoop dat, dat er iets uit kan rollen. Maar minister, u heeft ook gezegd dat in de media dat niemand die gevaccineerd was, is overleden aan COVID-19. Nu wordt er ook rondgestuurd dat er wel mensen zijn die gevaccineerd waren en overleden aan COVID. Er zijn twee zaken. Hè? Dus de vraag, wat is de concrete vraag die u stelt? Zijn er wel mensen die gevaccineerd waren overleden aan COVID? Aan COVID? Ja. Oké. Dit is belangrijk. Want, vanwege COVID. Ja, dus dit is belangrijk. Kijk, we hebben personen gevaccineerd. En na een eerste dosis, we hebben altijd gezegd, vaccins voorkomen geen besmetting. Je kan gevaccineerd zijn, maar je kan nog besmet zijn, omdat er een bepaalde efficiëntie is. Dat is bekend, 94, Pfizer 95, denk ik. En zo zijn er zaken. Dus wat is het doel van vaccineren? Is om ernstige ziekteverschijnselen en sterfte te voorkomen. Dat is het allerbelangrijkste doel. Je kan geïnfecteerd raken nog steeds. Als ik gevaccineerd ben en ik ga zonder een mondkap zitten bij u en ik ben COVID-positief met een hoge viral load, dus veel virussen, en u zit op een 30 centimeter van me en u gaat flink hoesten op me, dan kan ik besmet raken, ja. Maar de kans dat ik ernstig ziek word of sterf is heel klein. Dat is al overal bewezen. Wij hebben in Suriname gehad situaties van personen, is overal in de wereld, dat mensen die zijn gevaccineerd na een bepaalde tijd zijn overleden. Ja. Maar elke dag overleden er mensen in Suriname. Als gevolg van een aanreding, of een hartinfarct, of een maagbloeding, noem het maar op. En we hebben de situaties gehad, we hebben zeker 3 cases gehad van personen, en datzelfde WHO ook, als je gevaccineerd bent, alle bijwerkingen, ziekteverschijnselen of zelfs sterfte na 2 weken van vaccineren moet worden gerapporteerd aan het AIV-team. AIV-team is een Adverse Effects Following Immunization. Dus alle bijwerkingen na immunisatie, dat is 2 weken. En we hebben dus heel veel meldingen gehad van personen. We hebben bijwerkingen gehad bij mensen, we zijn daarover open. Mensen die allergische reacties hebben gehad. Er zijn zelfs mensen opgenomen in het ziekenhuis. Mensen met braken en misselijkheid die zich hebben aangemeld op de SIH. Maar er zijn ook cases gerapporteerd dat mensen, iemand is gevaccineerd na een paar dagen overleden. Ik zeg het duidelijk, iemand is gevaccineerd na een paar dagen overleden. En daarvoor wordt er dan een investigation gedaan. Dat is het AIV-team, bestaande uit infectiologen, onafhankelijke deskundigen, geen mensen van het ministerie. Dat is ook de eis trouwens van de WHO. Ja. Daar wordt er een diepgaand onderzoek ingesteld, er worden dossiers opgehaald bij de huisarts, et cetera, alles wordt bekeken. En de laatste update van die 3 cases was dat geen van die 3 cases eigenlijk gelinkt is aan een mogelijke relatie tussen vaccin en sterfte. Ja. Het was iemand waarschijnlijk met een galsteen of een galblaasontsteking. En zo heb je dus dat. Want kijk, we hebben dagelijks, we zijn van plan straks met onze grote vaccinatiecampagne rond de 4.000 tot 5.000 mensen per dag te vaccineren. Ja. Dat die organisatie wordt nu voorbereid. Want we moeten die binnengekomen doses wegprikken. Ja. We moeten de mensen zoveel mogelijk vaccineren. Want je wil die duurzame bescherming snel hebben. Ja. Stel, iemand heeft een zwaar risicoprofiel. Ja. Is een meneer met 55 jaar, een zware roker, hoge cholesterol, hoge bloeddruk, suikerziekte en ook nog 2 maal gedotterd. Dus een high risk. Dat is een high risk profiel. En die man besluit op een gegeven moment, hij wil gaan vaccineren. En hij gaat vaccineren en hij zit daar en hij krijgt een prikje en hij valt vlak daar neer, want hij heeft een hartinfarct gehad of een hartstilstand. Wat was de kans dat hij de hartstilstand zou krijgen als hij daar niet was? Zou hij thuis ook zitten en een hartstilstand kunnen krijgen vanwege zijn high risk profiel? Dus, en wat is de link met vaccin? Het kan ook zo zijn dat iemand daar zit voor het vaccineren en doodgaat. Is het dan ook, komt het ook door het vaccin? Door stress of wat? Maar dus dat leg ik uit. Er zijn verschillende factoren die je acht moet nemen. Ja. Maar uiteraard, we weten, en daar ook hebben we berichten gezien van mensen die zeggen, ja, iemand is gegaan. Geloof het niet. Mensen die
gevaccineerd zijn, krijgen de instructie wat ze moeten doen als ze bijwerking hebben of als ze komen te overleden. Alle niet geregistreerden, daar ben ik me niet van bewust. Ja. Maar als je een case hebt die je wil rapporteren, is er een systeem waarin, daarom krijgt iedereen een folder, je krijgt een nummer waarop je moet bellen. Ja. En iedereen weet het. Dus nogmaals, in Suriname kan ik bevestigen, laat me het zo zeggen. Alle mensen die zijn overleden door COVID, ja. Dus een COVID-positieve, en we gaan terugtracen over hun vaccinatiestatus, waren het mensen die niet zijn gevaccineerd, die niet zijn gevaccineerd. Okay. En dat is belangrijk, dus dat is de andere kant. Daarom vraag ik, hoe stelt u die vraag? Dus de mensen die zijn overleden, dat is bevestigd. Ja. COVID-opname, IC of verpleging of thuis, ja. Of ergens neergevallen, suspect, dus een postmortem swap. Ja. En je gaat terugtracen, waren ze gevaccineerd? Geen van ze. Okay. Maar we hebben wel cases van mensen die besmet zijn en gevaccineerd zijn. Maar die mensen komen niet te overleden. Ja. Ze worden wel ziek. Zoals dus, u eerder zegt, je kan ziek worden als je gevaccineerd bent. We pakken even een korte break, dan gaan we naar het laatste deel van ons programma. En welkom terug. We hadden het eerder over de hulp uit Nederland. Ik hoorde vanmorgen nog in het nieuws dat verpleegkundigen zullen aankomen, doktoren. En hoe ziet de coördinatie eruit, minister? Ja, dus we hebben aanstaande woensdag, denk ik, kom binnenvliegen een vliegtuig, een legervliegtuig van Nederland met zuurstofcontainers. Dus daarover zult u nog meer horen. Tevens hebben wij gevraagd, behalve vaccins, ook medische hulpmiddelen, verbruikslangen, verbruiksartikelen, beademingsslangen, die dingen gaan heel snel. Dus je moet nagaan, we hebben zo'n hoge output nu op de intensive care, dat je beademingsapparatuur is niet alleen het apparaat dat je nodig hebt. Eigenlijk de grootste concern, grootste bezorging zijn verbruiksartikelen. Want voor elke patiënt gebruiken we consumables. Dat zijn dingen die je net gebruikt, zijn dure dingen. Ja. Van 50, 60 euro per slangetje, dat je net gebruikt voor iemand. En je moet het gelijk weer weggooien. Wegwerp. Dus die dingen zijn consumables, we consumeren die dingen heel veel. En daar hebben we ook naar gevraagd. We hebben alle lijsten weggestuurd. Alles is in behandeling. Maar wat ik heb nog geen concrete toezegging, maar de verwachting is wel dat we tegen eind van deze week alvast een team hebben die de intensive care komt ondersteunen. Intensive care voor alle ziekenhuizen? Wat die intensive we hebben een care team, unit we hebben in Suriname 3 intensivisten. Eigenlijk dat team vormen met de andere anesthesisten. En zij hebben de coördinatie over alle intensive care units. Dus waar de hulp nodig is, zullen zij dan coördineren? Ja, en aan de hand van de steun die komt, ja. Met ook medisch personeel. Ja. Want op dit moment is het beleid was, we hadden alles van IC gecentraliseerd in AZP. Ja. Omdat daar eigenlijk alles ready was. Mm-hmm. Alle andere moet je gaan upgraden, kosten maken, et cetera. Dus we hadden daarop gefocust. Maar ik heb gisteren nog overleg gehad met de intensivisten. Althans dat wij met de binnengekomen steun nog ruimte hebben. Voor zeker, als alles op tijd komt en alle verzoeken die we hebben gedaan, dat wij nog zeker 30 tot 40 IC-bedden kunnen opschalen. Mits de zaken natuurlijk in place zijn. En daar kunnen we heel snel beginnen. Slans Hospitaal, RKZ, MMC, Nikeri, Wanika en Diakonessenhuis. Daar hebben we allemaal opschaalmogelijkheden voor IC. Ja. Enige limiterende factor is, als je opschaalt, moet je ook die human resources hebben. Ja. Dus je moet ook genoeg intensive care verpleegkundige hebben. Want veel mensen denken, ja, maar ik ben verpleegkundige, ik kan die persoon daar inzetten. Het is heel anders. Een polyverpleegkundige of een afdelingsverpleegkundige die met chronische zaken bezig is, moet getraind zijn in acute interventiegeneeskunde, moet getraind zijn in intensieve zorg. Ja. De mensen moeten begrijpen hoe apparaten werken. Ze moeten begrijpen hoe opdrachten van de intensivisten uit te voeren. Dus het is niet zomaar dat je iemand 2 dagen kan laten meelopen en ik kan je inzetten. Dat is specifiek, precies als dialyseverpleegkundige. Ja. Dat zijn specialisaties. En dat zeg ik altijd, het is heel jammer dat als overheid, dat overheden, laat me niet zeggen specifiek, dat overheden niet hebben geïnvesteerd in de duurzame opleiding van verpleegkundigen. Oké, we zien dat onze tijd op is. Kamlesje, hoe verder met jouw project? Nou, we hebben in ieder geval elke zaterdag tot en met 19 juni webinars, waar we in ieder geval praten over verschillende zaken. Die wie mogen eraan deelnemen? Iedereen mag eraan deelnemen. En hoe krijgen zijn Zoom-sessies. De als men gaat op de Facebookpagina van Media Literacy Suriname,
dan kan men daar registreren. Er zijn linkjes daar bij elke post. Zo niet kan men een e-mailtje sturen naar kawish.wirin@gmail.com. Okay. En we hebben elke zaterdag leuke sessies waarbij crisisvragen worden gesteld. Journalisten komen er ook bij om eigenlijk hun deel van het verhaal van omgaan met nepnieuws eigenlijk met ons te delen. En meestal de afgelopen zaterdag hadden we mevrouw Meredith Broes van de Waardetijd die ons een beetje extra boeiend heeft geholpen om kritischer om te gaan met die kritische vragen die ook vanuit het publiek kwamen. Dus het wordt interessant en veel aandacht ervoor. We kregen elke dag ook wel feedback vanuit de participanten die toch wel telkens in een klein e-mailtje, in een kort e-mailtje aangeven. We hebben er veel uit geleerd. Ik denk dat we dit toch wel goed kunnen gebruiken in het dagelijks leven. Okay. Dus ik zou zeggen maar, ga maar, stuur maar een mailtje voor een linkje of ga op de Facebookpagina van Media Literacy Suriname en join. Oké, thank you. Het laatste woord aan u, minister. De codes zijn zwart en paars. Is er licht door de tunnel of is het allemaal zwart? Op dit moment is het status quo, dus precies zoals we het hebben aangekondigd. Wanneer wij merken dat het besmettingspercentage gaat droppen, onze reproductiviteitsgetal gaat droppen, het aantal besmettingen. We hebben wel projecties gemaakt, hoor, maar ik wil die liever niet delen. Ik wil geen hoop geven als het zijn projecties. We verwachten wel dat met de set van maatregelen en de duurzame bescherming met vaccins, dat wij tegen eind juni, begin juli, mogelijk uit deze golf kunnen komen. Natuurlijk met natuurlijk handhaving nog steeds van maatregelen. Ja. Dus dat is het. Maar het moment dat we merken, dus bij de ziekenhuis is het moment dat je onder 80% van je IC-capaciteit zit en de afdelingen en de toeloop naar ziekenhuis ook minder wordt, kunnen we de code zwart weghalen. Want die code zwart heeft behoorlijke gevolgen voor de zorg. Omdat de ziekenhuis allemaal nu, zie die bekendmaking, op semi-spoed en spoed draaien. Laten we zeggen, uw reguliere bloeddrukcontrole of uw hartcontrole of iets anders, dat is uitgesteld. Maar uitgesteld betekent niet dat het beter wordt. Uitgesteld betekent dat er daar gevaren sluipen voor andere epidemieën na COVID. Dus er zijn nog heel veel uitdagingen. We gaan een zware tijd tegemoet in die post-COVID-fase. En daarom moeten we die reguliere zorg mogen we niet verwaarlozen. Okay. Dank u wel, minister. Dat was de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadien. En dan met Kamlesh Ganesh, die een project draait over nepnieuws. Eigenlijk COVID en nepnieuws. Dat nepnieuws is een van de vele uitdagingen eigenlijk om uit deze pandemie te komen. Want misinformatie, nepnieuws, je moet voor jezelf weten. En dat wil vooral meneer Ganesh met zijn project. Dat burgers kritischer worden voor we gaan meewerken aan doorstuurberichten. En dat we zelf een beetje... Een beetje nagaan of de informatie die we willen delen wel de waarheid is of op waarheid slaat. Dat was het dan voor deze nieuwe aflevering van Onder de Loep. Voor een nieuwe aflevering gewoon de volgende week maandag vanuit de studios van ATV. Wilt u dit programma nog nazien? Dat kan op de Facebookpagina van ATV, ATV Suriname. Ik wens u een hele genoegelijke avond verder, maar vooral be safe. Tot de volgende keer.